Het waait hard in Nederland. Het waaide zo hard dat afgelopen zaterdag in de buurt van Vlissingen een schip is gezonken. En gisteren ging ook de City by Cityloop in Den Haag niet door wegens de harde wind, waardoor 40.000 lopers niet konden starten, waaronder ik ook. Ook vandaag waait het hard en ik heb een droom om eens een keer met keiharde wind op een rip te varen. Ik wil eens weten hoe het is om dan over die golven te varen met volle snelheid en letterlijk los te komen van het water. Vandaag blijft het niet alleen bij dromen. Vandaag ga ik het doen. Wat is een rip nou eigenlijk? Een rip is een opblaasboot. Rip staat voor Rigid Inflatable Boat. Dus ja, je kan het zien. Een opblaasboot. De 4x4 op het water. Daar komt het eigenlijk op neer. Heel stabiel, veilig. Ik zie staan rotjeknor knallen. Met dit weer gaat er ook echt geknald worden. Ja, we gaan zeker knallen. Er staan aardig wat golven, een beetje wind. Leuk. Te gek. Ja, het KNMI heeft zelfs voor de harde wind code geel afgegeven. Is het dan niet gevaarlijk om te gaan varen? Nee, eigenlijk niet. Met een goede schipper, een goede boot is het geen probleem. Zelf heb ik met een rip echt een beetje te dromen om eens een keer los te komen van het water. Dat je de golven als een soort schans gebruikt. Gaat het vandaag lukken, denk je? We gaan het proberen. Ik heb twee geveerde stoelen erin zitten. Dus ja, buckle up en we zien het. Hoe hard kan die? Tussen de 70 en de 80 km per uur. Dus we gaan kijken wat we gaan doen. Bril op. Reddingsvest die is heel belangrijk. Ik heb een goed pak aan, maar het is volgens mij echt ruig weer. We varen op dit moment weg. Vertel eens, hoe gaat de ronde eruit zien? Nou, we gaan dadelijk gaan wij stroomopwaarts richting Noordeiland. Onder de Erasmusbrug door, eerst langs Hotel New York. Onder de Erasmusbrug door. Dan een klein rondje Willemsbrug. Om het Noordeiland heen en dan gaan we tegen de wind in jumpen. Gaan we richting Schiedam. Ik ben mijn spraak kwijt, het is niet normaal dit. Ja, ik heb mijn spraak nog wel, gelukkig. Ik ga hiervoor op een van de voorste zitjes zitten. En dan gaan we tegen de wind invaren en dat gaat er zo heftig aan toe dat ik me met twee handen vast moet houden en dus niet normaal kan filmen. Dus daar heb ik deze camera voor. Ben je klaar voor? Ik hoop het! Ik zit hier nog steeds op het voorste zitje. En we zijn even iets langzamer gevaren. Zo kan ik jullie laten zien hoe hoog die golven hier nou werkelijk zijn. Nou, we zijn weer terug in de parkhaven. Ik zie dat je helemaal nat bent. Ja, ja, dat was een beetje golven. Beetje wind. Maar ja, we hebben goede pakken. Dus je komt er in ieder geval droog over. Dus als we er een conclusie aan moeten geven. Als het hard waait en het stormt bijna. Moet je dan met een rip gaan varen? Ja, dan kan je het beste gewoon met een rip gaan varen. Ja. Ik ben er echt sprakeloos van. Ja, ik wist wel dat het vet zou worden, maar het is echt... Echt heftig. Ik had niet zo heftig verwacht. Nee, met storm varen op de Maas, dus niet voor mietjes.